Ik ontdekte het scheepsjournaal van kapitein Ortega in een klooster dat uitkijkt over de zee. In de ochtend van de 16e februari 1634 legde Ortega zijn schip voor anker achter een koraalrif. Dezelfde nacht nog werd hij aangevallen door piraten. Het in brand geschoten schip zonk op de zeebodem. 10 dagen later werd de kapitein half bewusteloos op het strand gevonden, het scheepsjournaal nog in de armen geklemd. Hij beschreef daarin een wereld van kleine onderwaterwezens, niet veel groter dan zijn duim. Niemand geloofde hem, maar weet je, ik denk dat het verhaal van kapitein Ortega best eens waar kan zijn. Toe ga mee naar snorkelland in de diepe zee. En beleef de avonturen van de snorkels mee. Als ik uw gouverneur word, beloof ik een beetje aan iedereen, een heleboel aan sommigen, weinig aan iemand en een heleboel aan iedereen. En daar kunt u op rekenen. Zie jij Junior als onze gouverneur? Die hersenloze kwal? Nou, dat is niet aardig voor die arme kwal. Was zo goed, juf Riffenbis. Het was goed, Junior. Het had een zekere flair. Dat is logisch. Ik heb vanzelfsprekend de spreekvaardigheid geërfd van mijn vader, de gouverneur. Ja, daarom krijg je een 5 voor spreekvaardigheid. Een 5? Maar... Je roept een boel woorden, Junior, maar toch zeg je niets belangrijks. En nu voor onze laatste spreekbeurt geef ik het woord aan Toeter Schalpie. Als zij vindt dat ik niet kan spreken, ben ik reuze benieuwd naar Toeter. Let op wat er gebeurt. Dat was reuze interessant, Toeter. Maar ik vrees dat ik je voor de zoveelste keer een 2 moet geven. Het spijt me, Toeter. Dit is de spreekvaardigheidsles. En je weet wat er gebeurt na 3 slechte beurten. Ah, ja, dan word je in klas teruggezet. Junior, vind je niet dat Toeter het zo wel moeilijk genoeg heeft? Nou, je het zegt. Nee. Het moet verschrikkelijk zijn om met een gebrek te leven. Ik vind Toeter helemaal niet gebrekkig. Nee, maar ik had het over Junior. God, Toeter, als je teruggaat, zitten we niet meer in dezelfde klas. Toeter? Zou jij vandaag niet je rapport hebben gekregen? Een 2? Dit is toch wel schandalig, Toeter. Dit is het 3e jaar met een 2 voor spreekvaardigheid. Ik heb altijd gehoopt dat je ooit wel zou gaan spreken. Als het maar niet te laat is. Geen zorgen, jong. We geven het niet op. We zoeken een goede dokter. Wat er aan de hand is. Reken maar, schat. Dokter Vis is immers de beroemdste dokter van Snorkelland. Nou, volgende keer proberen wij u open te maken, nietwaar, meneer Oesterschelp? Bah, ik griezel van klamme handen. Ah, u bent de Schelpies. Wat mag er aan mankeren? Zeg eens A. Dat is zeer interessant. Nu even de reflexen. Aha, dat is zeer interessant. Nu nog 1 ding. Ja, dat is heel interessant, te gek. Een zeer ongewoon geval. Vaak ontstaat dit soort problemen door een gebeurtenis tijdens de prille jeugd van de patiënt. Kunt u iets van vroeger herinneren dat verband kan houden met dit getoeter?
Nou, dokter. Ik nam hem wel eens mee naar mijn werk op de palingtram. Denk erom, Toeter. De paling stopt alleen als hij het geluid hoort dat ik hiermee maak. We naderen het 14e riftstation. Even remmen. Oh nee, het touwtje is gebroken. Potverschelp. Oh, ik kan niet meer stoppen. We gaan recht op die snorkels af. En zo toeter de toeter voor het eerst. Kunt u hem helpen, dokter? Geen zorgen, wij lossen Toeters probleem op in minder dan miep. Zo is het. Komt u morgen terug voor de eerste behandeling. Tot ziens. Tot ziens. Hey, te gekke gebeluister. Ik weet dat jullie zullen balen, maar het concert gaat niet door omdat de zeebaarspeler kou in zijn snorkel heeft gevaten. Oh nee, op dit optreden wacht ik nu al een jaar. Ja, net zoals wij, Toeter en ik. Waar is Toeter? Misschien een afspraakje met die oude kwakzalver dokter Vis. Kan je wel, junior. Het is Toeters schuld niet dat hij niet kan praten. Hé, hey, lui, ik krijg een tip van de groep. Het concept gaat door volgens plan. En nu, Lee Towers Snork en de Seamaster. Speciale gast, Toeter Scherpie. Hé, hey, Toeter! Zet hem op, Toeter! Liesje Snorkelaar van Snork & Roll Magazine. Mag ik een foto voor de voorpagina? Hé, kijk naar het visie. Wat je kunst willen weten, Toeter. Wanneer speel je weer? Ja, Toeter. Waarom zeg je dat niet? Als je kan. Vooruit, Toeter. Praat met je fans. Arme Toeter. Toeter! Hoi, Toeter. 90, 100, 110, ik kom. Allemaal jouw schuld, junior. Kan ik er wat aan doen dat Toeter niet praat? Nee, maar helaas babbel jij te veel. Oh, dus dan ben ik een soort monster, hè? Jij... Heel erg leuk, hoor. Wat denk je dat ik ben? Snorkvreter! Kom maar, hey. Snorkvreter, snork voor je leven! Dat is een snorkvreter. Vreter! Junior, alles goed met je? Wat is er? Waar ben ik? De snorkvreter is verjaagd door een snorkvreter. Vreter! Toeter! Oh, jij bent ook veilig. Maar niet dankzij Toeter. Door zijn schuld werden we bijna opgegeten. Mis... Toeter redde ons. Hij imiteerde de roepschreeuw van een snorkvreter, Vreter. Laat me niet lachen. Ik weet heus wel hoe een snorkvreter, Vreter klinkt. Kijk, Toeter heeft per ongeluk een echte vreter geroepen. Haha, is dat een echte vreter? Is die nou zo gevaarlijk? Goed gesnorkeld, Toeter. Reken maar. Eigenlijk, zo is er maar één. Ben ik te laat? Te laat waarvoor? Dokter Vis mag Toeter echt niet genezen. Waarom? Omdat er niets mis is met hem. Als je Toeters Toeter weghaalt, dan is Toeter de echte Toeter niet meer. Toeter heeft geen gebrek, hij is uniek. Weet je, dat is waar.
Ik wil Toeter zoals hij is. Zo hou ik van hem. Aha, ik ben geslaagd. Totaal genezen. Oh, nee. Doe het maar, jongen. Laat ze die nieuwe toeterschelpie horen. Geweldig, Toeter. Het is... te gek goed, hè? Maar hoe? Zijn snorkel was alleen een beetje verstopt. Hij kon die geluiden altijd al maken. Hij wist het alleen niet. Ik ben trots op je, mijn jongen. Mijn eigen Toeter weer. Bliep, bliep. En Toeters 2 voor spreken wordt veranderd in een 10 voor verstaanbaarheid. Hoera! 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 En nu zal Toeter ons laten horen hoe hij dat doet. Zo is alles nog goed afgelopen. Nou, niet voor junior. Nu deze les verstaanbaarheid heet in plaats van spreekvaardigheid, heeft juf Riffebis hem een 2 gegeven. Nee.